Goedemiddag, dit is het Weerjournaal van Weerplaza.nl. Boven Duitsland zien we een dik pak bewolking liggen. En dat komt allemaal langzaam met een oostelijke tot zuidoostelijke stroming onze kant op. En in die zone met dikke bewolking zit ook wat neerslag. En dat kan vanavond in het oosten en noordoosten van het land misschien wel een beetje winterse neerslag opleveren. De bewolking heeft vanavond dus de overhand. De temperatuur ligt op de meeste plaatsen rond 2 of 3 graden. Het voelt echter wel aan alsof het vriest, want er staat een stevige oosten tot wind. In het oosten en noordoosten van het land, daar komt als eerste de neerslag binnen. En misschien dat er wat vlokken sneeuw bij zitten. In hoger gelegen gebieden, denk daarbij aan de Noordelijke Veluwe, de Sallandsheuvelrug. En gewoon in Groningen en in Drenthe in sommige plaatsen, daar zal een beetje sneeuw kunnen vallen. En mogelijk dat het zelfs een beetje wit wordt. Nou, vannacht wordt het uiteindelijk op de meeste plaatsen droog, klaart het van het zuiden uit op. En gaat het op de meeste plaatsen, met name landinwaarts, licht vriezen. De oostwind neemt wat in kracht af, wordt matig boven land, blijft vrij krachtig aan zee. In Zeeland kan er misschien vannacht nog wat lichte regen of motregen vallen, maar uiteindelijk wordt het ook daar in de loop van de nacht droog. Nou, je voelt het misschien al aankomen. Een nat wegdek en opklaringen met temperaturen rond het vriespunt. Dat kan morgenochtend lokaal eens wat gladheid opleveren. Dat zal er met name het geval zijn op de lokale wegen en de bekende fietsbruggetjes. Morgen is het dan vervolgens droog op de meeste plaatsen. Mogelijk valt op de wallen een enkele regenbui, maar eigenlijk verder landinwaarts blijft het overal droog. De temperatuur iets hoger dan vandaag met 4 tot lokaal 7 graden. En de oostenwind die blijft matig tot aan zee vrij krachtig. Donderdag en vrijdag blijft het droog, met donderdag nog in de, op de Wadden misschien nog kans op een enkele bui. De temperatuur dan 3 tot 7 graden, maar vrijdag gaat het kwik iets omhoog. Dan wordt het 6 tot 9 graden. De wind neemt geleidelijk een kracht af, is vrijdag nog maar zwak tot matig het oosten. In het weekend komen storingen dichterbij, zien we meer bewolking en neemt ook de kans op neerslag toe. Met temperaturen boven het vriespunt verwacht ik niet dat het winterse dus neerslag zal zijn. Op de lange termijn zien we dat de spreiding enorm wordt en dat betekent dat we ergens waarschijnlijk op de grens komen te liggen tussen de koude lucht uit het oosten en de wat mildere lucht vanaf de oceaan. De meeste berekeningen die beginnen nu een beetje te neigen naar de wat zachtere oplossingen. Maar tot en met de maandwisseling blijven we in elk geval aan de vrij koude kant. Nou, de kans op winterse neerslagen is niet heel groot. Hoogstens een 10% op de langere termijn. En een dik pak sneeuw hoeven we al helemaal niet te verwachten de komende periode. Met de, met de temperaturen die geleidelijk omhoog gaan, en met name op langere termijn, wordt de sneeuwkans uiteraard alleen maar kleiner. De kans op een witte kerst, ja, dat kan ik nu uiteraard uiteraard nog niet zeggen. En uh, dat is nog veel te ver weg. Maar misschien komen we daar over een paar weken wel op terug. Mijn naam is Wilfred Janssen voor Weerplaza.nl